Ja, die jongens zijn dit jaar in Glasgow augustus Europees kampioen geworden. En dat bracht ons meteen op het lastige punt om de winnaars van vorig jaar uit elkaar te halen. Vorig jaar won die met Moreno de Pauw. En ja, we hebben ons principe van de kampioenen binnen te halen hebben we vastgehouden. Dus vandaar deze jongens en meteen de topfavoriet denk ik voor dit jaar. Ja, Theo Reinhardt is de huidige wereldkampioen. We hadden hem te graag hier aan de start zien verschijnen met zijn vaste maat Roger Kluger. Maar die moet helaas met zijn nieuwe wegploeg naar Australië, naar Dunlender. Dus dat betekent dat hij met Grassman rijdt. En we kennen natuurlijk ook Grassman van de overwinning van 2 jaar geleden met Kluger. Dus ik denk ook dat het gewoon een sterrenkoppel is. We moeten zien natuurlijk hoe dat samen gaat. Ja, Nicky Terpstra is natuurlijk een fenomeen. Hè? Hij heeft een voorliefde voor de woningzesdaagse. We zijn ontzettend trots dat hij er weer bij is. De komende 3 jaar gaat hij er ook bij zijn. Winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ik denk voor de mensen fantastisch om hem van zo dichtbij aan het werk te kunnen zien. Hij verhuist naar Direct Energy, hij heeft gekozen om met een nieuwe ploegmaat te willen rijden. Geen onbekende voor ons, Buddha. Heeft hier ook al eens gereden, is een fantastische baanrenner. En de snelheid van hem met de inhoud van Terpstra gaat ervoor zorgen dat ze zeker voor de overwinning kunnen strijden. Ja, de Spanjaarden, oud wereldkampioen. Intussen alweer een poosje geleden dat ze gewonnen hebben, dus ik denk dat ze ongeveer weer opgeladen zijn voor de volgende. Ja, die hebben onze harten gestolen natuurlijk doordat ze altijd aanvallend fietsen. Dat is iets wat wij heel graag zien en dat gaan ze zeker wel laten zien. Moreno de Pauw is natuurlijk de winnaar van de vorige editie samen met de Ketelen. Dat is voor ons wel een beetje wennen geweest om te kijken van goh, het was altijd een vast koppel. Daar hebben we voor moeten zoeken om een waardige zeg maar koppelpartner te vinden. Nou, die hebben we gevonden. In Pim Lichthart, een jongen die de power heeft van de wegwedstrijden, maar ook de ervaring op de piste. Hij heeft ook al 6-daagse gewonnen. Dus wat dat betreft denken we dat we een heel mooi koppel hebben samengesteld, die ook bovenin mee moet kunnen doen. Ja, Wim en Jury die hebben een super goede start gehad. Die hebben Londen gewonnen dit jaar, dus als ze die vorm vasthouden, dan gaan ze voor het podium in Rotterdam. Jan-Willem en Stijn die zijn vanaf 1 januari ploegmaten. Nou, Jan-Willem die heeft zich dit jaar niet alleen op de baan met zijn zilveren WK-plekken, ook op de weg supergoed laten zien. Zelfs nog met Sagan in de kopgroep overgebleven, Gent-Wevergem. Dat zien veel mensen toch wel, denk ik. En we zijn blij dat hij er dit jaar weer bij is. En Stijn Stils, daar heeft hij een goede ploegmaat die qua postuur redelijk dicht bij hem in de buurt komt. Dus twee sterke jongens. Ramon Sinkeldam die is voormalig elite wegkampioen. Toen hij die rode-blauwe trui had gehaald, kwam hij ook gelijk daarna bij ons in de zesdaagse. Supermooi, heel enthousiast. Blijft gewoon de hele winter op de baan trainen altijd, dus goed voorbereid bij ons. En we waren al rond met een ploegmaat bij hem, Francaise de Jeu. Helaas gaat dat niet door vanwege wereldbekerverplichtingen. We zoeken verder. Ja, Hansen, dat is een vaste waarde bij ons. Die jongen die is al Olympisch kampioen als eerstejaars geworden op het Omnium. Daarna heeft hij nog bevestigd met een bronzen medaille op dat Omnium. Nu gaat hij volledig voor de volgende Olympische Spelen in Tokio. Nicolas Lassen past daar perfect bij. Grootste talent wat er op de baan rondrijdt op dit moment. Ja, Dion die heeft zich afgelopen jaar alleen maar op dat ene uur keihard fietsen toegelegd. Dus toen hebben we een leuke uitdaging neergelegd. Doe dat 6 dagen lang. Dan gaan we kijken hoe ver hij komt. Daar heeft hij wat ervaring voor nodig. Daar is Melvin van Zijl voor. Die jongen die heeft heel veel 6-daagse gereden. Die kan hem prima technisch-tactisch ondersteunen. En Michael is een groot talent die zich enorm ontwikkeld heeft op de weg. Mooi om te zien. En ik denk dat zijn baanervaring, wat we natuurlijk al gezien hebben in de Talent Cup bij ons voorgaande jaren, dat hij dat zeker gaat gebruiken in deze wedstrijd. Nou, Nick Stuppelen, dat is een jongen die Michael perfect kan ondersteunen. Je hebt toch de ervaring nodig. Er komen moeilijke momenten in zo'n week. En ik denk dat Nick hem daar doorheen gaat helpen. Ja, Polaski is individueel Europees kampioen geworden. En dat is op het onderdeel puntenkoers. Supersterke jongen, veel inhoud. Kwamen jaren terug altijd iets te kort op de ervaring. Niet op elkaar ingespeeld, te weinig mogelijkheden in de Madisons. Maar die hebben dat volledig goed gemaakt en ook getuigen de zilveren medaille op de eerste wereldbeker dit jaar. Ja, die jongens hebben al 2 keer de Talent Cup bij ons gewonnen. Hebben absoluut afgedwongen om zich bij de elite te laten zien. Ook op het belofte Europees kampioenschap afgelopen zomer hebben ze nog een medaille gehaald. Werden ze 2e op de Madison. Ja, dan dwing je wel iets af en we geven ze graag een kans.